staat op. 80. Ja, dat zit alleen maar in de database. Wow, voor later gebruik, komt niet in de video. Kijk. Een heel bijzonder moment. Ik zit hier met Ronald van Woensel, de CTI van... CTI van Innovator. CIO. Want het is weer een groot moment op Nieuwsplan. Wat is die stil? En de hard rijden. Heb je al eerder in zo'n elektrische auto gereden? Hey, 80! Er is een... Ronald, speciaal moment... Jij hebt een nieuwe pagina gemaakt met laadpalen. Alle snel laadpalen. Vertel, hoe kwam dat tot stand? Opeens is het een waanzinnige pagina waar je snel laadpalen... Er zijn sites voor laadpalen, voor fietsen en boten. Maar er is dus helemaal niks voor... Ik moet even sturen. Ja. Er is dus helemaal niks voor snelladers. Ja. Ik heb me rot gezocht naar, om überhaupt het lijstje te vinden van de snelladers in Nederland. Maar dat is wel nodig, hè, als je deze auto hebt. En snelladers zijn eigenlijk de enige laders die nuttig zijn voor onderweg. Want van eerst jij nu thuis bij mensen... Ja, op kantoor ook nog wel nuttig en bij. Maar goed. Ja, maar ik moet zeggen, die mannekesladers, die dingen van Elaat en zo, die hebben net niet genoeg vermogen. Dat ligt ook een beetje aan de lief, omdat de omvormer vrij... Ja, dus jij zag in ieder geval, ik heb geen lijstje van snelladers. Dus dan maak je een kaartje met snelladers. Maar nee hoor, dat doe je niet. Jij gaat meteen weer helemaal full out. Ja, ik dacht van, nou, wat mis je nou? Wat wil je nou als automobilist, wat wil je nou weten? Je wil weten, kan ik daar met mijn pas betalen? Want er zijn 6 verschillende passen. Je hebt de Essent-pas, de Nuon-pas, de Emotion-pas. De Elaat-pas. De Elaat-pas, de Travelcard. Cash. Cash. Nou, dat is geen pas, maar de pin. Maar sommige dingen zijn gratis. Daar kan je gewoon langskomen en kan je gewoon tanken. En, dus dat is ook een mogelijkheid. Je hebt dingen waar je voor 8 euro kan volgooien. Maar dat moet je gewoon contant afrekenen. Ja. Dus ik dacht van, nou, wanneer betalen, dat is belangrijk. Maar ook, wat voor stekker hebben die? Kan ik verwachten? Wacht even, niet even. Wat voor stekker zit eraan? Ja. Want niet alle stekkers passen in dit ding. En bij een snellader heb je een andere stekker. En soms heb je een blauwe campingstekker. En dan weer een rode krachtstroomstekker. En dan heb je die Mennekes. Dat is zo'n 380 laadstekker. En... ja, en wat, hoe snel kan ik laden is natuurlijk ook belangrijk. Zit ik daar aan de 16 ampère of kan ik daar met krachtstroom 32 ampère laden? Op mijn Tesla, Voor de Tesla. Ik dacht van, nou, laat ik eens een keer kijken of ik een wat rijkere database kan maken met wat meer informatie. En dat is nu op Liefplan, heb ik een overzicht gemaakt. En dan kun je ze ook selecteren. Je zegt van, nou, ik wil alleen maar snelladers zien. Dan krijg je een overzicht van snelladers. Ja, er zijn er nu 8, 9? Ik had er 8. In totaal. Want Essent heeft er één in Leeuwarden en één in Novotel. Die zijn erbij gekomen. Ja. En verder heb je dan de... Bijvoorbeeld de via Nissan leasen. De via Nissan de dealers. Nissan dealers. En je hebt... Van de Valk. Van de Valk. Wat is dat voor een lader? Ja, wat is dat voor een ding? Wie dezelfde. Epilon. Een snellader. Ja, maar van wie heeft hem daar neergezet? Epilon. Dat heeft de Newmotion gedaan. Oh, is gewoon een Newmotion. Newmotion. En het rare is... En die taxicentrale. Ja, die heb het ook, grappige zeg maar. Is... Je hebt dus in Vianen en in Nieuwegein... Twee snelladers. Ja, vlak bij elkaar. Vlak bij elkaar. Ja. Je ziet van, ja, er ontbreekt maar er echt... Maar met één druk op de knop kun je dus zien van die snelladers. Maar je ziet ook wanneer ze open zijn, hoe je kunt betalen. Ik ga achter Remco aan. Ja, is goed. Dan heeft hij een hele interessante route. Ja. Oké. Okay. Maar, 80! Ja. Maar, wat wou ik zeggen? Maar dus in die openingstijden, telefoonnummers... Ja. Telefoon, wat voor soort stekkers, hoe kun je betalen, precies. Hoe snel, alles kun je daar vinden... Op, en ook toegespitst op, zeg maar, liefplan.nl. Toegespitst op de automobilist. Die is bijvoorbeeld niet geïnteresseerd in geplande palen. Nee. Dat hoef je niet te weten. Nee. Of in van die gewone stopcontacten, weet je wel. Dat is er nu. Wat zijn de plannen? Er nog meer komen? Want ik heb nog wel wat wensen. Met liefplan of met de laadpalen? Nee, laadpalen. Nee, wel veel ervaringen. Ja. En wat heb je bij een paal? Ik heb een paar video's gemaakt van de snellader. Dat je precies de omgeving ziet, wanneer die open is. Wat ook heel belangrijk is voor laden is van... Je bent natuurlijk... Daar sta je een 10 minuten of een kwartier of een uurtje stil. Ja. Dus je wil weten, heb ik daar wifi? Kan ik wat eten? Is er een restaurant? Dat soort dingen zijn echt belangrijk voor die oplader. Ja, want je hebt 20 minuten de tijd. Gaat trouwens razendsnel. 6% per minuut. Dus gewoon 10 minuten, 60% erbij. Ja, ongelooflijk hoe hard dat gaat. Dat is echt Maar die snelladers zijn de bom. Dat is gewoon het ding wat je wil hebben. Ja, dat is inderdaad waar. Maar waar heb je al die informatie vandaan gehaald? Gegoogeld. En een lijstje bij Elaat met hun palen. Waar ze, overigens wat ik niet snap, staat boven dat er 600 zijn. Maar het lijstje bevat er maar 380. 600 gepland? Nee,
staat 600 totaal aanwezig met de Cinematic 300. En daarna nog iets van 190 gepland. Maar goed, die heb ik niet opgenomen. Okay. Maar dat is een beetje apart. Dus of, er nou 600, of dat lijstje te kort is. Maar Ilaat is de grootste supplier. Ja, dan hebben we nog wel wat andere lijstjes. Dus bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam heeft nog heel veel punten en zo. En, dus ook voor auto's. In parkeergarages en dat soort dingen. Goed, die kan ik wel even toevoegen. Ik weet ook niet of ik het wil open sourcen. Of ik maar een soort wachtkamer. Dat je gewoon kunt zeggen, mensen kunnen toevoegen. En na verificatie... Precies. Dat je zegt van, nou even kijken of het wel echt een zinnig ding is. Okay. Want als je ergens een 220 stopcontactje langs de weg hebt, dan heb je natuurlijk geen bal aan met de auto. Ja. Hey, maar briljant. Super handig. Ik wil alleen heel graag een mobiele versie. Ja, nou, dat is belangrijk. Mobiele versie, of eigenlijk een appje. Moet het nou, een, kan het nou in de browser? Want je wil eigenlijk, ja, nou, ik wil eigenlijk een beetje in de buurt. Een GPS kun je natuurlijk niet krijgen in een browser nog, hè? Of wel? Ja hoor, met PhoneGap kan je dat doen. Wat? PhoneGap. Ja, dan wordt het weer een appje. Maar wordt een appje. Ja, maar kijk, je wil denk ik geen appje. Je wil gewoon lekker makkelijk HTML5 in de browser. Maar dan wil je wel je GPS kunnen gebruiken. Kan je met, precies, dat kan je met PhoneGap kan je dat doen. Dan kan je een browser-app maken. Ja, maar dan heb je toch een app. Dan heb je wel een app. Ja, maar ik wil geen app. Ik wil gewoon een linkje hebben dat het makkelijk... Maar heb je hem ook op Blackberry? Dat is ook een Blackberry-app. Dat is wel een app die op alle platformen draait. Ja, maar in ieder geval, ik wil eerst een mobiele app. Dat je gewoon, nee, eigenlijk wil ik eerst gewoon een mobiele browserversie. Dat die op alle browsers werkt. Oh, en dan doe ik wel zonder GPS. Dat je alleen maar met een... Volgens mij kan je trouwens wel met GPS. Dat dacht ik niet. Ja. Even kijken. Nou, in ieder geval, namens de hele elektrische community, hartelijk bedankt voor al je enorme bloed, zweet en tranen. Want het was wel heel snel. Ja, nou, het was een... Was geweldig. Dankjewel. Oké, tot zover. Nieuws van Leafplan. Een geweldige pagina met alle laadpalen even hier gesorteerd. Even scheur op het dak. Oké. Ah, toch wel wat zo'n elektrische wagen. Ja, toch is het niet schuren zo met een Porsche. Het is geen Tundra, hè? Nee? Nee? Maar toch wel leuk. Hey, dankjewel. Oké. Maar ik zit altijd dat opmerkingenveld enorm met dat kost het meeste moeite. En nu zeg je dat het gewoon een niet werkend veld is. Niet in...